zijn aangekomen in Vietnam. Ha Chien, dat is net over de grens. Eerst even wat geld gepind, want het was wel nodig hier. We hadden helemaal geen geld meer, ook geen dollars meer, dus konden we ook niks inruilen. De grensovergang was ook heel apart om te doen, een keer zo over land. Met een busje werden afgedropt, we moesten paspoorten inleveren en zo. Dat was wel een soort van spannend, ook wel leuk om mee te maken. En nu was onze eerste maaltijd hier. Dus weer gelijk gekoopt. €1,70 omgerekend. Ziet er goed uit. En je kan dus nog goedkoper eten hier, bij, gewoon op straat. Dat gaan we dan ook wel doen, vanavond waarschijnlijk al. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Bij de markt. Met een ijsje voor 20 cent. En het is echt lekker. Ja. Kom jij. Elke smaak. Ik denk gaat voor de mix. Ik krijg veel meer. Wat is dat? Dat zijn nootjes, ja. Suiker. Suiker, dat is... Melk. Ja, maar die is zoete melk, dus... Ja. Kam, kam un. Kam. Eerste dag zijn we daar gelijk een Vietnamese lumpia gehaald. Na één nachtje Ha Chien zitten we nu op de Speed Ferry richting Phuket, waar we kerst gaan vieren. Het is een luxe boot. We zijn net aangekomen bij ons verblijf voor de komende dagen. Mango Resort heet het. Het was op booking.com nog niet beoordeeld, maar we zijn er gewoon voor gegaan. Iets duurder dan normaal, maar we hebben wel ontbijt erbij. Een zwembad. We zijn net naar onze kamer gebracht. En het is echt wauw. Een goed verblijf om met de kerstdagen door te brengen. Dit is ons bed dan. En hier hebben we een koelkastje en hij is zelfs gevuld. Ja, je moet er wel voor betalen, maar... Bijvoorbeeld dat Heineken biertje is iets meer dan $1. Extra bed. Frank is ook helemaal happy. We hebben hier eindelijk weer zijn waterkoker met koffie en thee. TV. Kast met hangertjes, dus we kunnen ook lekker kleding drogen. En is dit de badkamer. Hier allemaal spulletjes. Ja, dit kregen we in Cambodja meestal ook wel, maar niet zoveel. En dan kom je hier en dan heb je gewoon 1, 2, 3 douchekoppen. Ik weet niet of alleen die warm water geeft, maar dat zullen we vanavond wel zien. We zijn lekker bij naar het strand gelopen. Lekker eten besteld. Lekker. Eerste kerstdag is vandaag. Dus wilden we iets... dachten we nemen even voorafje eerst. Lekkere lumpia's. Vers gerolde. Met een echt Vietnamees wijntje uit de lat. Wordt hier gebrouwd, hoe noem je dat? Ja, ik drink eigenlijk nooit wijn hier, alleen bier. Maar deze komt echt uit de lat. Daar, omdat de Fransen hier geopeerst hebben, is er nu wijn. Ja. Zijn het druiven. En ik heb een echt Saigon biertje. Een leuke kerstversiering hier. Eet smakelijk weer. Weer een nieuwe dag op Phuket. Tweede kerstdag. Heerlijk op het strand. Lekker met de scooter heen gereden. Wel een stuk rijden. En wel een mooi strand ervoor terug. Mooi blauw water. We wilden ook hier iets gaan eten ergens. Maar eten valt weer een beetje tegen, maar best wel duur. Hadden we wel een beetje verwacht, maar... Omdat Vietnam verder wel goedkoop is, is het hier weer echt heel duur, echt westers weer. Een beetje jammer. Ja, we gaan even sporten in de kleine sportschool. Dat hebben we lang niet gedaan, dus wel lekker fietsen. Misschien lopen, wat oefeningen. En daarna springen we het zwembad in.
wel gewoon overdag. We hebben alsnog een sleeping bus. Best wel comfortabel. Lijkt doet het alleen maar. Hier komen wij terecht. We zijn bijna bij onze bestemming. Het heeft heel lang geduurd, die bus. 2 uur langer dan ze weer hadden gezegd. Ja, we waren, was het, 7 uur begonnen op Phucoc met reizen. Het is nu bijna 8 uur 's avonds. Dus dat is 13 uur. Want er zou eigenlijk een minivan weer klaarstaan, maar die was weer niet. We moesten weer een taxi delen met iemand. En nu zijn we er eindelijk. Dit is dus het backpack gedeelte waar alles een beetje zit. Goed, zitten wij er iets achter. Goedemorgen, het is onze eerste ochtend in Ho Chi Minh City. Vannacht even bijgeslapen na de lange busreis van gisteren. We zitten nu bij een restaurantje waar ik voor de eerste keer Vietnamese koffie heb besteld. Kijk, ik moet nu wachten totdat dit allemaal naar beneden is gelopen. Dan dit er afhalen en dan kan ik het drinken. Dus ik ben echt heel benieuwd. Vietnamese koffie schijnt echt heel lekker te zijn. We worden rond 1 uur straks opgehaald om naar de Gucci-tunnels te gaan. Die stammen uit de tijd toen Noord- en Zuid-Vietnam nog gescheiden waren. En de Viet Cong heeft die tunnels dus gemaakt ondergronds. En het schijnt heel smal en benauwend te zijn. En op het eind kun je nog schieten met geweertjes die je gebruikt. Dus we gaan veel te weten komen over de tunnels, want we hebben ook een gids erbij. De pizza en dit is de soy sauce. But you also can eat it like this. Yes, of course. This is you can eat it like this if you want to. Okay, so that depends. I will try. Thank you. Sure. Nou, omdat we zo naar die tunnels gaan, gaan we lekker broodje meenemen. Dus een aardig stukje rijden. Bier besteld bij dit vrouwtje. Gaat ze hier klaarmaken. Dus 15.000 een broodje kip. Met salade. Hoeveel was het afrekenen? Zal ik snel even kijken? 15.000, dat is dus 63 eurocent. Niet zoveel. Echt super. En grote broodjes. Met kip en salade. Ik heb tunnel in de weg. En even een pressure of a tank, when crossing by, the tunnel can take the pressure. Ik ben blij zo staan, man. Harder, stronger, easy to try the enemy. So if I will step onto there, but tapioca, dat aten ze tijdens de oorlog, gedipt in wat peanuts, pinda, gedipt in pinda's en suiker, een soort aardappel. Een soort aardappel. We zijn terug van de tour, we zijn afgedropt bij de markt, dus nu zijn we bij een soort street food markt. Super gezellig ziet het eruit allemaal. Hippe muziek en hippe tentjes. Zo ga je weer van de arme wijken echt naar een super luxe wijk hier. Echt niet normaal. Allemaal hotels. Precies midden in de stad. Ja, dat is het gemeentehuis daar.
city center. Ik voel me echt een armoedzaaier. Ik denk als wij hier willen slapen met Oud en Nieuw, dat gelijk ons budget opweegt. Ja. Helemaal niet het gevoel dat je in Azië bent ook, hè? Nee, echt bizar. We zitten nu dus weer in de bus. Daar kun je me achteraan. We zijn dus nu onderweg naar de Mekong Delta. Wat gaan we doen? Wat gaan we daar allemaal doen? Hij heeft het al verteld. En we wisten het ook. Maar er zijn zoveel verschillende dingen. We gaan bij de mensen kijken die daar leven, zeg maar, langs de rivier. We hebben hele arme mensen en wat rijkere mensen. Dus dan zie je ook heel goed die verschillen. Dus ze spreken geen Engels. We gaan eerst met een grotere boot gewoon met z'n allen varen. En dan moet dat in het Nederlands. Fruit garden, fruittuin. Gaan we bekijken en dan kunnen we ook fruit proeven. En we gaan ook nog in kleinere bootjes. Typisch bootje van daar, die worden we geroeid. De Mekong Delta, die gaat door 5 landen heen. Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Vietnam eindigt die ook. En overal is die weer anders. Vanaf Phnom Penh splitst die zich ook op, geloof ik. We hebben hem echt al in heel veel steden zaten we nog langs de rivier, bij een rivier. Maar dat was dus gewoon een Mekong Delta. Overal in Cambodja was het ook. Bij het museum. Lekker druk weer. Buiten dan al die duizenden. Gaan we binnen kijken. Naar huis toe. Bijna oudjaarsavond. Wordt gezellig. Gaan we nog even een klein dutje doen. We zijn wel een beetje moe. En boodschappen halen. En boodschappen halen. We lopen hier nou weer bij al die kraampjes. Die hebben we gisteren gegeten. We hebben nog niet gefilmd volgens mij. Dus een klein appje hadden we maar gegeten hier trouwens. Shine, shine, she's beautiful. You can take a